Goedemorgen, het is 16 februari en het is ook nog een maandag. En we kijken hier recht op de Wilde Keizer. En waar sta ik? Ik sta in het skigebied van Kirchberg. En natuurlijk dan ook Kitzbühel. Ik ben bij de Meijerlerbaan die me naar boven heeft gebracht. En zoals jullie kunnen zien wordt het weer een fantastisch mooie zonnige dag. Het is windstil. En het is tijd om het gebied in te trekken. De pistes die liggen er weer geweldig bij. Ik sta net een stukje onder de vlekalmbaan die daar boven uitkomt. Ik sta hier op de Pengelstein. En je hebt hier echt een onwijs mooi uitzicht. Zeker als je naar achteren gaat kijken, dan doemt daar een veunmuur op. En dat is echt een schitterend gezicht. Die wolken die blijven daar gewoon hangen. Daarachter sneeuwt het lekker uit. En laat het voorlopig nog maar even wegblijven. Zojuist de Hoogsau Kaser afgekomen. Dat is een hele mooie afdaling. Kleurtje zwart. Maar dat mag niet zoveel naam hebben hoor. Het is perfect geprepareerd hier. Dit is eigenlijk het uiteinde van, ja hoe moet ik het noemen, Kirchberg, Kitzbühel het gebied. Ga hier over die kam heen. Dan heb je nog een hele mooie afdaling die je kunt doen. Echt een skiroute richting Aschau. Je moet dan wel de bus pakken om weer, zeg maar, weer omhoog te kunnen gaan. Maar het is hier echt een droom. Verschrikkelijk mooie pistes vandaag. Alleen maar strak blauwe lucht. En op de achtergrond, daar zie je ook nog de 3S-baan. Zie je gaan. En je hangt ongeveer daar een metertje of 400 boven de grond. Wat een prachtige plek is dit om de dag af te sluiten. Het is 4:30 geweest, dus het is voor mij tijd om naar beneden te gaan. Maar ik denk dat hier nog wel een aantal mensen even blijven plakken tot echt de zon ondergaat. En kijk, daarachter is de Hohenzollern van Schieweld. En draai je nog eventjes door en je ook nog eventjes genieten van de Wilde Keizer. Nou, dit was het weer voor vandaag. Ik zou maar zeggen, de groeten.